Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag gaat het over wat wil jouw hogere zelf met jou communiceren. En we gaan beginnen met het algemene. En dan ga ik weer drie kaarten om dan specifieker nog boodschappen door te geven. Misschien ben je dan geleid tot één groep of twee of alle drie. Dat kan natuurlijk ook. Wat is de boodschap van horen zelf? Dat zijn er te veel. Kijk aan de andere kant hoor ik. Ja. En heart healing. Dus het eerste wat ze willen meegeven is dat we massaal door een grote heart healing gaan. En ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar dat de afgelopen week met de volle maan, met weer nog een zesdaagsportaalopening en dan die conjunctie met Chiron, de planeet van de schaduwen, heeft ervoor gezorgd dat heel veel dingen naar boven gekomen zijn. Dat heel veel wonden naar boven gekomen zijn. Wonden dat we misschien zelfs dachten dat we die al aangekeken hadden, dat we die al geheeld hadden. Maar het is oké. Hoor ik om nog dieper in het proces te zakken. Het is oké, want je bent begeleid en beschermd. En doorheen het proces mag je focussen op jezelf en je verbinden met de roze-rode vlam. Ook met de groene vlam natuurlijk, maar ook met de roze-rode vlam. Om je nog meer die voeding te geven, om nog meer zelfliefde te geven. En tegelijkertijd word je ook begeleid door, oh, dat is omgekeerd, door healing van bovenaf. Zowel het hogere als het lagere worden samen één in jezelf, in je hart. Dat is gewoon akkoord. En de oranje-rode energie helpt jou. Oh my god, wacht hè. Zo, kijk. Ik ga dit doen. Je hebt hier de roze-rode energie, hier de oranje-rode energie. Dus hier dit eerste chakra, tweede chakra en derde chakra en vierde chakra het hart. En dat komt allemaal samen in het hogere. Maar we zien het niet. We zien het niet. Waarom? Omdat we nog veel te veel vasthangen en veel te veel gehecht zijn aan de systemen en structuren dat we nu als veilig kennen. En dat zorgt ervoor dat we onstabiel voelen in de onderste vier chakras. Dus in jouw basischakra, jouw sacraalchakra, jouw zonnevlecht en jouw hartchakra. En dus is een van de belangrijkste lessen en boodschappen dat jouw hogere zelf nu wil doorgeven, dat belangrijk, het is key, het is belangrijk om te gaan focussen en het hogere te gaan koppelen met het ondere. Dus zo boven, zo beneden. Aan alle afhankelijkheden dat je hebt, om die tot op het diepste van het diepste van het diepste niveau te gaan healen. Oké, wat zijn de onbewuste schaduwen? Wat horen we zelf? Wat zijn de onbewuste schaduwen met wie we nu nog delen? Wat zijn de onbewuste schaduwen? Pas je grondingscode regelmatig aan. Dus bij deze vraag nu aan elk van jullie team om dat voor jullie in orde te brengen. En kijk ook, ik raad zeker aan om een paar keer naar mijn playlist te gaan die verbonden is met de transmissies van de universele vlammen. Laat je leiden door je intuïtie, door je buikgevoel en kies daar een transmissie die jou aanspreekt, waar je naartoe geleid wordt. Want dat gaat je verder helpen om nog meer in je kracht te stappen. En naarmate dat je meer die healing van je onderste chakras doet, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om de leiding van jouw team
van je hogere zelf ook zelf te gaan horen. Daar hoef je niet altijd met iemand anders daarvoor in te schakelen, als het ware. Dus die telepathische communicatie, en weet, telepathische communicatie is niet enkel alleen nog beperkt voor met tweelingvlam of wat dan ook. Die is het eenvoudigste en het makkelijkste tot stand te brengen, omdat je op dezelfde frequentie normaal gezien zit. En ik zeg normaal gezien, dat wil zeggen als er niet te veel ballast tussen jullie zit. Maar je kan even ook telepathisch communiceren met soulmates, met je kinderen, met ouders. Bijvoorbeeld, mijn moeder is daar een krak in. Als er iets gaande is in mijn leven, dan voelt ze dat altijd aan en dan laat ze altijd iets weten. Of checkt ze altijd hoe of wat. Maar ook met dieren, met jouw team. Dus eigenlijk telepathie is eigenlijk de overdracht van energetische boodschappen, energetische codes. En naarmate dat je je onderste chakras heelt en veel meer die connectie maakt naar bovenaf, hoe gemakkelijker dat gaat zijn om dingen te gaan channelen. Om echt te gaan communiceren zelf met je hogere zelf. En dat is hetgeen dat jouw hogere zelf wil laten weten. Wat is hetgeen wat mijn vraag was in de onbewuste schaduw? De onbewuste schaduw is het feit dat je eigenlijk bang bent voor het zwarte gat. Je bent bang voor de dingen te horen, te zien, te voelen, waar je eigenlijk geen controle over hebt. Maar weet dat wanneer je die weerstand gaat loslaten, dat je ook daarin beschermd wordt. Ze gaan geen informatie geven waar je niet klaar voor bent. Ze gaan je geen dingen laten voelen waar je niet klaar voor bent. Plus, wanneer dat je bijvoorbeeld, zeker als lichtwekker, inpikt op ervaring van iemand die iemand meegemaakt heeft. Bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat je plots de pijn voelt van iemand die chronische pijnen heeft. Maar dan kan je op dat moment ook zelf, heb je zelf de kracht om aan je team te zeggen van nee, ik wil de pijn niet ervaren. Ik hoef het niet zelf fysiek weer opnieuw te beleven om te gaan begrijpen. Je mag het mij gewoon vertellen of laten zien. En dus dat maakt dat je meer en meer ook gaat leren dat je die kracht hebt om zelf jouw healing en zelf jouw krachten en talenten gaan in te zetten wanneer dat voor jou past. Er waren bijvoorbeeld, een van de mooiste voorbeelden is dat wanneer dat ik readingen of vragen krijg met readingen rond overleden personen, dat moment wanneer dat die vraag of die bestelling voor die reading binnenkwam, dat onmiddellijk al eigenlijk die energieën van de overleden ziel al bij mij waren en al begonnen informatie te delen. En op dat moment heb ik ook moeten leren om ook daar een grens aan te stellen en te zeggen tegen die energieën of tegen die overleden persoon, maar kijk, op dat moment ga ik tijd en ruimte vrijmaken om die reading te doen en dan ben je vrij om in mijn energieveld te komen en mij de boodschappen door te geven die je wenst door te geven. Want anders, als je dat niet doet, dan kan je eigenlijk constant belaagd worden. En dat is niet de bedoeling, want je moet nog altijd goed ook zorgen voor je eigen energie en voor je eigen leven leiden natuurlijk. En dan ga je, wat gaat dit over? Alarm, tower, storm, electrical impulses, lightning. Ik was eventjes aan het luisteren waar het over ging. Oh, sorry, ik moet deze zo draaien. Dit gaat eigenlijk over het feit dat wanneer je zelf niks aan je healing doet, of gewoon maar alles op zijn beloop laat, dat eigenlijk het universum gaat zorgen voor een towermoment. Voor eigenlijk een afbraak van voor je volledige leven, dingen die je opgebouwd hebt. Bij de ene is dat ziekte, bij de andere is dat een ongeval, bij de andere is dat een scheiding, of wat dan ook, of ontslag. En dat is eigenlijk er enkel alleen maar omdat jij zelf niet de stappen hebt ondernomen om een leven te gaan vormgeven die jou weer meer vervulling brengt, die jou weer meer in die balans gaat gaan brengen. Dan gaan we in drie groepjes. Dus je kan kiezen welke groep dat jij een boodschap van wenst. Groep 1, 2 of 3. Ik geef een kaart voor de eerste groep. Kaart voor de tweede groep, dank u, dank u. Oeh, dat zijn er te veel. Eén kaart alsjeblieft, één kaart. Anders wordt het te chaotisch. Eén kaart alsjeblieft. Twee dan. Zo zie je maar dat ik ook niet altijd alles kan controleren. Dat is één en dat gaan we aanvullen met de draken, Oh, ik had de verkeerde vast. Is eigenlijk een dek die mijn zoon gekocht heeft, maar ik kreeg toestemming van hem om het ook te gebruiken in mijn readingen. Lief, hè? Mijn zoon is verbonden met het drakenbewustzijn, dus is echt, als ik iets wil weten, dan kan ik dat altijd bij hem
Als het gaat over draken, altijd bij hem voor terecht. Kaart voor de tweede groep, lieve draken. Dank u, dank u, dank u. Niet meer twee, hè? Kom op. Je zou soms de conversaties moeten horen die in mijn hoofd gaan. Dat zijn soms echt hilarisch. En dan een kaart voor de derde groep. Ik voel voor de derde groep dat het belangrijk is om jullie energie echt te gaan gronden. Jullie zijn doorheen een hele belangrijke transformatie gegaan. En het is belangrijk om jullie energie te gronden. Want ik voel mijn energie gewoon helemaal omhoog gaan. Dus pas jullie gronding daaraan aan. Ook daarvoor zijn er ook verschillende transmissies dat je kan voor gebruiken. Dus laat je ook leiden welke dat nu op dit moment behulpzaam voor jou kan zijn. Voor de eerste groep krijgen we emotionele challenges, dus emotionele uitdagingen. Los de issue op. Dus het is belangrijk, dus je hogere zelf zegt dat het belangrijk is om te gaan kijken wat dat nu eigenlijk is dat jou zo van streek maakt. Wat is hetgeen dat je nog niet volledig wilt gaan erkennen? En we gaan wel kijken welke draak dat erbij hoort. Dat is de lucht- en waterdraak. En die zegt, helpt jou te verbinden met hogere frequenties. Vertrouw je intuïtie, jouw psychische, dus jouw spirituele gaven zijn verder ontwikkelen. Wees open voor verlichting en druk jouw innerlijke licht, jouw innerlijke lied verder uit. En dus het mooie er is dat je hier ook heel veel water ziet. Maar je ziet dat die lucht- en waterdraak reist. Die laat zich voeden door dat water. En dus er is ook balans tussen lucht en water. Lucht is zijn gedachten en water zijn de emoties. En dat is hetgeen wat ik hier voel. Je denkt op een bepaalde manier over het issue of de blokkade of het probleem waar je nu tegenaan loopt. En de manier waarop je erover denkt, dat maakt jou heel van streek. Dat maakt jou verdrietig, dat maakt jou boos. En dat is enkel maar alleen maar achterliggende emoties. En dus dat is eigenlijk altijd de cue om te weten van, ik denk op een goede manier afgestemd op mijn ziel of niet. Wanneer je positieve, hoogtrillende gedachten hebt, dan weet je dat je eigenlijk in lijn bent met je ziel. Dus je grootste uitdaging op dit moment, groep 1, is om de emoties te erkennen en ze leren te interpreteren op een goede manier. En dus niet zomaar te gaan aannemen van, oh, ik voel angst, het zal maar geen goede beslissing zijn. Nee, want angst kan net er ook zijn wanneer we iedere keer buiten onze comfortzone stappen, wanneer we iedere keer een stapje vooruit willen gaan. Dan groep 2 krijgt Awakened Spirit, Desire to Change, Living Light Energy, See the Beauty in Life. Oh, zie hoe mooi dat die kleuren samenhangen. En dan krijgen we de pure witte draak van Orion. Die transformeert eigenlijk alle kennis en alle ervaring die je opdoet doorheen jouw bewustwording in zuivere wijsheid. En dus hij vraagt aan jou om hetgeen wat hij weet, om dat te gaan integreren. En om vanuit waarheid en eerlijkheid actie te gaan ondernemen. En laat je vleugels van licht verder groeien en uitbreiden. Zodanig dat je nog meer zo'n lichter, luchtig leven kan gaan leiden. En dat je eigenlijk ook weer, zoals deze boom hier, veel meer dingen om jou heen kan gaan verlichten. Dat jij het licht ook wordt veranderen. Dus wat ik hier ook heel sterk in voel, groep 2, is dat jullie doorheen een hele belangrijke transitie in jullie leven gaan op dit moment. En het is belangrijk om jezelf ook die tijd te geven om alles wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk te gaan toepassen in je fysieke leven. Want dat is altijd het moeilijkste en het lastigste. Want daar zit die conditionering, daar zit onze mind altijd nog op vast. En dus laat je leiden door spirit, laat je leiden door je team en vertrouw dat de dingen gaan gebeuren zoals dat ze moeten gebeuren. Want het is ook de blauwe vlam. De blauwe vlam heeft ook te maken met spreken van je waarheid. Het is verbonden met je keelchakra en dat is verbonden met de mannelijke energie die naar buiten treedt. Dus daar zit je nu heel hard in het leren. Wacht hoor. In het leren neerzetten vanuit je creativiteit, dus vanuit je tweede chakra, wat we hier onderaan nog gezien hadden. Dus vanuit je tweede chakra leer je dingen neerzetten in de realiteit.
Vanuit je eigen waarheid. Dus vanuit de dingen die je geleerd hebt. Vanuit de dingen die je ervaren hebt. Oké, dat was het. En dan groep 3. Dan gaan we Sacred Divinity. En There are two paths ahead. Dan krijgen we de oranje draak. Zie hoe dat ook weer mooi samenhangt met deze kleuren. De oranje draak. Met boodschap van brengt zielsfamilies en communities samen. Verspreid het samenhoren, warmte en eenheid. En breng mensen van overal waar, het maakt niet uit van welke cultuur of wat dan ook, maar breng ze samen in die liefde en in die eenheid. En dan de zwarte draak, die weer verbonden is met die Divine Masculine energie ook. Maar de zwarte draak beschermt jou en houdt jou een soort van in een cocon, zodanig dat je jouw goddelijk potentieel, jouw ware diepste potentieel, kan groeien, maar in veiligheid groeien. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk teken ook van groei, van bescherming. Terwijl dat jij doorheen die metamorfose gaat. Maar het is ook belangrijk om naar binnen te gaan en eigenlijk om in de diepste schaduwen van jezelf te gaan zitten en gaan voelen. En dat is hetgeen waarom dat we hier die two paths ahead. Dus je kunt eigenlijk lessen leren via het donkere, het pad van de donkere energie, via de vortex. Dat is daarom ook dat er bijvoorbeeld ook die transmissie is met de zwarte en de diamantenvlam, omdat die twee aspecten zijn van iets wat één is. En dat is hetgeen wat jij ook hier hebt. Je hebt de keuze, je hebt altijd de keuze van op welke manier ga je in het leven staan. Vanuit licht en liefde of vanuit angst. Vanuit het licht of vanuit het donkere. Maar je hebt geen oordeel over het andere. Als je kiest voor licht en donker, heb je geen oordeel over licht en liefde, heb je geen oordeel over donker. Als jij liever van warmte houdt, heb je geen oordeel over de mensen die liever van koude houden. En dat is hetgeen wat ik hier ook heel sterk voel. Plus, wat heel belangrijk is, is omdat dit meer me laat herinneren aan de mannelijke energie, dit meer met de vrouwelijke energie en dus die tweede chakra, die sacred divinity, want dat is hier ook een vrouw. Dus breng balans in je mannelijke en vrouwelijke energie en breng het dan in eenheid, vanuit balans, gebruik het dan op jouw nieuwe pad om jouw leven verder vorm te geven. Zo, dat waren de 3 boodschappen van wat je hogere zelf op dit moment met jou wil deelnemen. Vergeet niet te abonneren, te liken, de notificaties aan te zetten. Geef gerust een deel, of laat gerust weten in de comments welke groep dat jij gekozen had. En op welke manier dat de boodschap binnengekomen heeft, want dat helpt mij nog beter om met jouw energie te verbinden. En om nog meer duidelijkere boodschappen door te geven. Zodanig dat jullie ook weer verder kunnen op jullie pad. Zo, dat was het. Geniet van deze fantastische zondag en tot in de volgende video. Dag!